Alleen met kunstgras. En we zien achter jou al een stukje van het nieuwe kunstgras. Klopt dat? Ja, dat klopt. De jongens hebben afgelopen weken hebben die getest met een stukje kunstgras wat er al ligt. En we hebben tevens gekeken van hoe het zicht zou zijn op camera's. En er is besloten om de toplaag van het stadion of van het veld te vervangen. Ja, op televisie zag het er niet uit en hebben we eerder al met een kaart over gehad. En we zijn het ook met ons eens. Nou, we willen dat het ook op televisie goed oogt. Betekent dus dat de nieuwe grasmat die erin komt een stukje donkerder zal zijn? De vezels die zijn heel erg plat gaan liggen. Ja, en of het een stukje donkerder is, ja, het ziet er weer groener uit. Dus wij trainen hier, alles gebeurt eigenlijk op 100 bij 100, zoals Tim Gielis, onze technisch directeur, dat altijd zegt. We hebben alles dicht bij elkaar. We zijn één grote familiaire club en we zien ook de voordelen nogmaals. Weinig blessures, al jarenlang. Dus dat is voor ons een groot voordeel. En dat wij hier dus wel alles bij elkaar hebben. Dus je bent niet bang om geïsoleerd te raken, omdat jullie strakjes bijna als enigste Eredivisieclub een kunstgrasveld hebben? We moeten kijken hoe wij onze club moeten runnen. En dat moeten wij rationeel doen. En dat doen we al jaren. En doen we met een gezond financieel beleid. En dat doen we ook als we een trainer kiezen, doen we dat misschien anders. Met spelers doen we dat anders. Ja, en daar past kunstgras op dit moment ook in. Want we hebben gewoon geen trainingsaccommodatie nodig. Ja, en zeker in de tijden waarin we nu leven, met de coronacrisis. Ik zie clubs om me heen, afscheid nemen van mensen. Nou ja, dat hoeven wij gelukkig nog niet te doen. We proberen dat ook met elkaar, proberen wij er doorheen te komen. Ja, en dat is gewoon een financieel voordeel dat het kunstgras er ligt. En wij kunnen op dit moment niet zoveel geld uitgeven voor een natuurgrasveld. En met droge ogen dan ook maar de mensen op straat zetten. Wij zien echt de voordelen van het kunstgras. Kijk, een hybride mat kunnen wij ook niet zoveel uur bespelen als dat wij nu gebruik maken van ons kunstgrasveld. Ja, dus daar zien wij de voordelen van in. Jan Smit die zei eens van over 10 jaar speelt iedereen op kunstgras. Hoe anders kan het dan lopen? Ja, dat blijkt. Er zijn best wel veel clubs overgegaan. Ja, je ziet nu in de emotionele wereld waarin we zitten, zie je heel veel mensen ook de terugtrekkende beweging maken. Terug naar natuurgras. Het is anders gelopen in ieder geval, zoals Jan Smit gezegd heeft.